Boys, wat maak je me nu? Deze week hebben wij voor u een stamppot zuurkool met een ijsbein. En dat is een Berliner specialiteit. En welke ingrediënten heb je daar nou voor nodig? Om te beginnen de ijsbein. En die is door uw pooislager al voorgegaard en gerookt. Dan de zuurkool. De stamppot aardappelen. Ananas en spek. En dat maken we op smaak met boter, melk en mosterd. Zout en peper en laurierblad, dat gebruiken we ook voor het stoven. En een goed glas Riesling. We beginnen met het stoven van de zuurkool met de ijsbein. Dat gaat als volgt. Eerst een beetje zuurkool onderin de pan. Klein beetje onderin. Een bodempje maken. Een beetje zout en peper. Dan pakken we een laurierblaadje. Die leggen we erin. Dan pakken we de ijsbein. Die leggen we daar bovenop. Dat bedekken we weer met zuurkool. Zodat die helemaal onderop staat. Er zit ook wat van dat zuurkoolvocht op. Dat is juist lekker. Dat mag er absoluut bij. Weer een laagje peper en zout. Een scheutje Rieslingwijn. Beetje zo eroverheen. En een klein beetje water. Deksel op de pan. En gewoon een uurtje zachtjes stoven. De aardappels in de pan. Dan doen we een klein bodempje water onderop. Met een snufje zout. Deksel op de pan. En de aardappels koken. Nu gaan we de spekjes uitbakken. De spekjes die bakken we uit in een droge koekenpan. Hoog vuur. Spekjes erin. En zachtjes uitbakken. De zuurkool afgieten. En dan moet je een klein beetje van dat zuurkoolvocht eventjes bewaren. Want dat kunnen we zo meteen weer in de stamppot gebruiken. Die ijsbein die is heerlijk doorgegaard en die zuurkool die ruikt fantastisch. Dan zoeken we die laurierblaadjes er even uit. Kijk, die kunnen... De aardappels doen we bij de zuurkool. Stampen erbij. En alles goed door elkaar stampen. Dan gaan we het lekker smeuïg maken met een klontje boter. En een klein beetje melk. Husselen en stampen. En ontdekt u dan dat die stamppot toch een beetje droog is, dan doe je er nog een heel klein beetje vocht van de zuurkool met de wijn erbij. En nu de smaak nog van de mosterd erbij doen. Klein beetje. Dan doen we de spekjes er nog door. De uitgebakken spekjes. Ijsbeintje nog even mooi bovenop. Deksel erop. We gaan het gerecht afmaken. Leg de zuurkool op het voorverwarmde bord. Mooi in het midden zo. Pak je dat ijsbandje en je leg je er gewoon zo bovenop op die mooie smeuige stamppot. En dan garneer ik dat nog af met een lekker stukje ananas zo. En dan serveer je daarbij een heerlijke Riesling, een koele Riesling. Een geweldige combinatie met de zuurkool. Voor deze week de Berliner specialiteit met een glas Riesling. Ijsbein met een stamppotje zuurkool en lekkere plak ananas. Lekker eten.